Vorig seizoen was Excelsior Maassluis duidelijk te sterk voor de AAC. Toen werd het 3-0. Van den Berg. Van den Berg heeft wat ruimte. Van den Berg. Oh, wat een goal. Vroeg in de wedstrijd. 1-0. Doelpuntenmaker Vincent van den Berg. Krijgt de bal van Moreno. Er wordt geen druk gezet bij HHC. En Van den Berg laat Danus de doelman kansloos. Opnieuw de thuisploeg. Van den Berg. Vink staat vrij. Die komt hier in balbezit. Vink. En dit is zijn eerste. Binnen 13 minuten staat het 2-0 voor Excelsior Maassluis. We hebben even op hem moeten wachten op de goals van Kevin Vink in de tweede divisie. Dit is zijn eerste van het seizoen. HAC komt sporadisch in de buurt van Leeuwen. Dit is een goede poging van Bentum. Vlak voor rust. Ook in de tweede helft veel balbezit van HAC. Maar het is allemaal niet effectief wat de ploeg uit Hardenberg laat zien. Gaudier in de ploeg gekomen. Gaudier, geen hens. En Leeuwen laat zich verrassen. Gaat het dan toch nog spannend worden? Bennett, de verdediger, wordt gehinderd door Van der Leij. Die komt de bal zomaar voor de voeten van Gaudier. En dan is het 2-1. Blij. Van Ooyen in de ploeg gekomen. Van Ooyen, lekkere actie. Kijken waar de spits is. Die is hier. Ja, uit het boekje deze goal. Van Ooyen met de assist en de tweede van Vink. En de beslissing in de wedstrijd. Van Ooyen, de spits laat zich even uitzakken. Gurts is hem kwijt. En Vink met de 3-1. Derks. Derks. Nou, Van Ooyen zelf dan. Wie werkt deze bal weg? Ja, helemaal niemand van HAC. En dan is het Tobias Kleijweg. Die zijn eerste goal maakt in het eerste helftal van Excelsior Maassluis. De 19-jarige verdediger notabene. Ja, wachten. Dan schiet ik hem wel binnen. En zo wint Excelsior Maassluis met 4-1 afgetekend van HAC.